On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hoi en welkom bij deze nieuwe 12 Days Before Christmas video. We gaan weer bakken. Ja. En wat gaan we bakken? Nou, gingerbread, hè? We gaan gingerbread koekjes maken. Peperkoekpannetjes. Ik vind ze zo leuk. Moet je kijken hoe schattig dat eruit ziet. Ik hou van peperkoekpannetjes. Pak hem maar even uit, want er zit al een heleboel bij. En deze even hebben kijken. We hebben, als het goed is, hebben jullie de video ook al gezien waarin we een kerstboom gingen maken van koekjes. Stiekem zitten die nu nog in de oven. We nemen dit natuurlijk gelijk tegelijk op, maar dat hadden jullie al in de gaten. En dit is nog over van het deeg van de IKEA. Dus daar kunnen we ook peperkoekmannetjes voor maken. Want origineel is dit ook peperkoekdeeg. En dan maken we straks En dan gaan we even kijken wat hierin zit. Hier zit in een spuitzak. Een zakje glazuurpoeder. Een zakje waar niks op staat, maar dat is bloem. En een vormpje. Nou, dus we kunnen ook nog nieuw maken. Ja, ja. Maar dat komt er dan niet zo uit te zien, of wel? Ja, moet je daar dan boter of margarine bij doen, water en bloem. Eerst gaan we weer rollen. Deeg is er altijd op gemaakt dat je best nog wel een beetje bloem op kan leggen. En als je hem nou, deze is al genoeg, want ik denk dat als het te veel warm is, moet je hem even in de ijskast leggen. Want dan kan je bijna niet steken. Ja. Zo leg, dan kan je in de lengte ga je alvast beginnen. Zo. Dus hij mag terug zo hard. Ja, het start. Powerarmen van je rolstoel. Beetje minder hard bedoel je? Ja, je moet wel duwen, maar duw ze minder uit elkaar. Oké, voor straks een... Helemaal goed. Maar nu is het fijn dat ik maar één bak plat heb. Dus ga ik even een plak hier op neerleggen. En deze moeten even wachten tot ze de oven in kunnen. Wat wil je hier? Dan moet je het uiteindelijk ook eerst goed aflaten, Koen. Anders kun je niks met glazuur doen. Dat voelt er net zo hard weer af. Ja, dat is waar. Dat geeft niet. Nou, ik zou zeggen, leeg je uit bij jou. Dus we gaan nu steken. Kijken hoeveel ik eruit kan halen. Begin hier. Makkelijker. Zijn vrij grote. Dan moet je hem even met je hand erop leggen, want het is een grote. Zeker weet dat hij overal stook is. Ja. Nou, die zijn echt super leuk. Mag ik je een tip geven? Deze is kleiner, dus je kan hem tegen de richting inleggen. Ja. Die plank is zwaar, hé. Die is heel zwaar. Maar het is een marmeren plaat. Dat is voor dit, maar voor fondant helemaal fijn, want hij blijft altijd koud. Ja, dit is wel waar. Deze is al aardig aan het warm worden door het... Ja, door mijn handen. Nou, we hebben er 6 uit kunnen halen. Dit zijn ze. En die gaan ook... En die gaan de oven in. Op hoeveel en... Op de hete luchtoven. Je moet even gaan zitten, want anders zitten mensen tegen je buik aan te kijken. Dat mag, maar gezellig als je ziet gaten. Deze doe ik in mijn hete luchtoven op 160 graden. En het staat op het pak 15 minuten. Maar ik heb de andere deeg er al wat eerder uitgehaald. Want het wordt behoorlijk snel bruin. Dat verschilt nog wel eens. En dan gaan we ze daarna versieren. Ja, dus we gaan ze in de oven doen. Yes! Op de plaats. We hebben nog wat deeg bijgemaakt voor die gemberkoekmannetjes, want dat zat natuurlijk ook in dat pak. Kijk, dat is ook van dat donkere deeg geworden. Ik heb het net even geproefd. Het smaakt wel heel anders dan die van de IKEA. Die van de IKEA is wat kruidiger en deze is wat zoeter. Maar mama heeft daar een idee voor. Wat is het voor kruiden? Koekkruiden. Oh, een beetje koekkruiden erbij. Lekker.
Dus ik doe dit nog even doorkneden. Dan moet dit de koelkast in. En dan gaan we straks, als alle gemberkoekmannetjes zijn gebakken, gaan we ze versieren. Dus dat gaan jullie zo meteen zien. Nou, de laatste lading gaat zo de oven in. Maar wij gaan de eerste alvast versieren, want die zijn inmiddels afgekoeld. En daarvoor moeten we natuurlijk eerst glazuur maken. Maar we kunnen dat glazuur van daarnet toch ook nog wel gebruiken? Oh, dat kan ik net in de ijskast. Dat mag wel. Dat vind ik makkelijker, denk ik, dan met zo'n spuitzakje werken. Nou, dan moeten we een zakje eruit openmaken. 60 gram poedersuiker. Er zit alleen maar poedersuiker, denk je? Glazuurpoeder, ja. Normaal maak je het met poedersuiker en water. Ja. Kijk, dat is gewoon een veredelde naam. Dat is hetzelfde. Het smaakt ook gewoon echt naar poedersuiker. Dan mag je het water erbij spuiten. Hoor maar. Een heel klein stukje van het zakje afdoen. Helemaal mag je hem afschrappen. Kijk hoe leuk ze geworden zijn. Ik laat ze zien. Ze zijn lekker dik. Wil je er nog wat op? Ik vind ze wel leuk hoor. Zullen we ze doen zoals het voorbeeld is? Even. Ja. Kan je dat even laten zien? Nog een randje spuiten langs de... Nee, even op de... Oh, sorry. Ik heb de doos zelf hier. Dit is het voorbeeld. Hier, zo gaan we het in eerste instantie even proberen te doen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. Kijk nou, onze peperkoekmannetjes. Wat is mannetje dat spul? Leuk, het plakt hij nog een. Echt niet normaal. Bakt ook als oh, bakt. Je moet er echt bij blijven. Ja.